Als je alle voorwerpen hebt geplaatst en ook de, de deuren en de ramen, dan kan je al eens een overzichtje gaan hebben van de 3D tekening. Nu is mijn kamer gewoon volledig grijs uh, en de vloer is ook gewoon een standaard kleur en ik heb ook geen objecten aan mijn plafond hangen. Dat kan je eventueel nog gaan toevoegen en we gaan nu kijken hoe we alles mooi kunnen gaan afwerken. Als je bij afwerking gaat, dan kan je hier dus kleuren kiezen. Je kan ook materialen gaan kiezen. Dus stel dat je een, een vloer wilt met een bepaald profiel of je wilt tapijt hebben, dan kan je dat dus gaan toevoegen. Hier zie ik dus al een PVC vloer. Als ik die sleep en ik laat die los op de vloer, dan gaat mijn vloer dus uh, dit krijgen. Hier zijn uh, wallpapers. Dus in dit geval wil ik misschien uh, blauwe wallpaper. En ik kan die dus. Naar mijn muur slepen. En dan kan ik de binnenkant of de buitenkant uh, een kleurtje gaan geven. Als ik die dus heb losgelaten daarop, dan zie je dus dat hij die, die heeft overgenomen. Dit kan je zo voor elke muur doen. Als we nu gaan kijken in 3D, dan ziet mijn kamer er al een heel pak gezelliger uit. Het is nu aan jou. Om de rest van de kleine afwerkingskisten te gaan zoeken. Wil je planten, wil je verlichting toevoegen. Dat kan je dus allemaal gaan doen. Maak er een mooie kamer van.